Wat doe je wanneer je geen Nintendo Switch hebt, maar toch wel heel graag een hele vette card game wil spelen? Dan heb je twee opties de aankomende tijd. Want Team Sonic Racing, die we vandaag hebben gaan checken, die komt binnenkort uit. En we hebben natuurlijk Crash Team Racing, de remake van de PlayStation 1 klassieker. Naar mijn mening beter dan Mario Kart 64. Don't at me. We gaan kijken of deze enigszins de concurrentie aan kan gaan met Mario Kart 8 Deluxe. Wat natuurlijk een uitstekende titel is. Voorheen zijn de Sonic Racing Games, Transformed en dergelijke, goede alternatieven gebleken. Sommigen zeggen zelfs wel beter. Dat vind ik dan weer niet. Maar we gaan kijken wat Team Sonic Racing gaat zijn. Het zou een interessant nieuw gameplay element moeten gaan toevoegen aan het kart systeem. We gaan het gewoon checken. Ik moet wel zeggen, ik heb hem al wel eerder gespeeld. Maar dan mag de pret niet drukken. Dus ik weet al enigszins wat ik mag verwachten. Er is een adventure mode. Niet heel erg interessant. Dus die sla ik eigenlijk maar over. Het zijn gewoon de normale races die je kent. Af en toe met wat speciale challenges tussendoor. Maar tergende cutscenes. Nee, we gaan gewoon in de bread and butter meteen duiken. En dat is het karten zelf. Nou, je kan kiezen Team Grand Prix of een solo. Nou, een solo, je begrijpt hoe dat werkt natuurlijk. Gewoon zoals elke andere kart game, je speelt alleen. Maar wat doet Team Sonic Racing? Team Sonic Racing heeft ook teamplay. En ik ga je gelijk laten zien wat dat is. En we beginnen gewoon bij de eerste, de beste Grand Prix die er is. En we kiezen natuurlijk onze boy Sonic. En daar beginnen we. Het mag duidelijk zijn, je race in het team. Dus het maakt niet eens zoveel uit dat je zelf als eerste over de finish komt. Nee, gezamenlijk als team moet je zo hoog mogelijk eindigen. En om een of andere reden, ik time je turbo heel slecht. Ik heb dat ritmegevoel nog niet in de vingers. Hey, zoals je ziet zit er een gele lijn achter Silver, nu achter mij. En dat is je slingshot. Wanneer je in een slingshot rijdt voor je teamgenoot, ga je veel harder. En zoals de naam al doet vermoeden natuurlijk, is het een slingshot. En kom je ver boven je medespeler uit. Daarnaast kan je ook je power-ups kan je doorgeven aan je teamgenoten. En wanneer je dat doet, word je eigenlijk beloond. En dan word je beloond met een bepaalde special. Onder de auto zie je een special meter oplopen. Wanneer die vol is, dan heb je één bepaalde power move waarmee je keihard naar voren ramt en niemand je eigenlijk kan gaan stoppen. Ik vind de game er zelf best wel mooi uitzien. Het is niet Mario Kart 8 niveau. Die eye direction is gewoon super on point wat mij betreft. Maar dit doet er niet heel erg veel voor onder. Het rondje geef je je item af aan een medespeler. Dat doe ik gebruik ze niet echt. Ik vind de power-ups in deze game niet heel erg sick om heel eerlijk te zijn. Okay, ik heb nu die special. En ik laat hem gewoon gelijk heel even zien hoe dat werkt. Je drukt driehoekje in. En vervolgens ram je naar voren. En iedereen die in jouw weg komt, die ram je ook gelijk aan de kant. Dus je wil wel een tegenstander eigenlijk proberen te raken. Nou, hebben we hier in dit geval niet gedaan, helaas. Wordt wel echt heel vaak geraakt. Nou, dit is de slingshot trail. We staan nu tweede, zie je. Kijk, slingshot. En er voorbij. Maar ik word weer geraakt. Wat een drama is dit, man. Die slingshot is wel echt heel erg belangrijk. Als je slingshot niet gebruikt, kan je ook niet winnen. We staan derde nu. Dat is niet heel erg goed. Even deze chappies inhalen. Die probeer ik dus net te ontwijken. Oké, we hebben weer een power.
Een special. En daarmee halen we net de eerste plek binnen. Anders was het niet meer gelukt. Kijk, ik ben op 1 terechtgekomen, zilver op 2 en ik ben op 6. Maar dat is genoeg voor de eerste plek. Maar net. Gelijk door naar de volgende race. Stages zien er prachtig uit, moet ik zeggen. Heel vet gedaan. Wel een beetje leentjebuur gespeeld natuurlijk bij Mario Kart. Maar ja, wat verwacht je? Het is niet een slecht ding natuurlijk. En weer time ik die power boost helemaal mis. Oké, in die slingshot proberen te blijven. Hoe meer ringen je pakt, hoe sneller je gaat. Word ik nou serieus alsnog geraakt door die bom? Nou, dan is die splash dan wel heel erg groot. En die was volgens mij on point en dan word ik niet doorgeraakt. Dat is wel heel weird. Net als Mario Kart zit hier ook een power slide in. Wanneer je drift in de bochten, bouw je een kleine boost op. En ook die kan je uiteraard gebruiken om mensen in te halen. Ja. En probeer echt van die vlammende wielen af te blijven, want je wordt keihard afgestraft. Zie, ik raakte ze nu en ze worden dan gelijk van de baan afgemapt. Door die special staan we weer eerste. Hopelijk kunnen we dit volhouden. Ja, dat is dramatisch. Dat is dramatisch! Nee! En tweede geworden. Dat zul je ook regelmatig zien. Vlak op het einde van de race komen ineens al die boulders vanuit de grond. Ja, en als je die niet ontwijkt, dan ben je flink de shaak. Ja, dit is kloten. Dan zijn we tweede geworden. Hopelijk staan we nog eerst in het klassement. Elke race verdien je ook racing credits. En die kunnen weer worden besteed om je auto te customizen. Dat zal ik je straks ook heel even laten zien. Ja, nu hebben we de power boost wel eindelijk. Okay, de levels zien er prachtig uit. Heel vet gedaan. Casino Stage natuurlijk een klassieker in Sonic. Ja hoor. Hoe ontwijk ik die man? Ze blijven die slingshot aan elkaar overgeven, waardoor ik niet echt goed kan slingshotten. Kleine slowdown wat betreft FPS zag ik. Zou niet moeten mogen, vind ik, op de PlayStation 4 Pro. Here to help if anyone needs it.
Zoals ik al zei, met een rondje geven je items over aan je teamgenoten. Heel belangrijk om je special op te bouwen, dus. Kijk, nou rammen man, ik kan met de special. Ik hoop dat we hem niet te vroeg hebben ingezet. Maar wellicht dat we nog eentje kunnen opbouwen namelijk. Het is in theorie zeker mogelijk om 3 keer per race zo'n special in te zetten. Maar dan moet je natuurlijk wel veel slingshotten, veel items overgeven aan elkaar. Oh. We staan nog wel eerste gezamenlijk. Je laatste ronde. Ik vind de power-ups een beetje weak. Ze zijn niet heel erg cool. Ziet er niet vet uit. Ah, hier dit bedoel ik. Wauw, wat een cheap move was dit man. Die kon ik niet eens zien. Dat was wel een beetje dramatisch. Hoe moet je daarop anticiperen dan? Kijk, dat was hem. Eerste plek. Heel netjes. 1, 2 en 5. Dat is genoeg voor de eerste plek in ieder geval. Kijk, die punten worden afzonderlijk bij elkaar opgeteld. Dat zie je hier. Zijn we aangekomen bij de vierde en de laatste race alweer van deze Grand Prix. In de woestijn zie ik. Boo's House. Is Boo niet van Nintendo? Ah ja, fuck it. Let's go. Ah, nu hebben we de turbo wel te pakken. Quick off the mark. Hey. Net op tijd nog. Boo's Haunted House. Klinkt wel heel erg als plagiaat, maar oké. Ik vind de auto's er best wel cool uitzien, moet ik zeggen hoor. Helft dat ik dit niet zou kunnen ontwijken. Hier komen straks ook al die boulders uit de grond. In ieder geval vorige keer was dat zo. Ah, mis. Woe, dat was een mazzeltje. Die kwam niet van mij namelijk vandaan. Bij deze special gaan we gewoon heel even bewaren. Dat we enigszins richting het einde komen of er iemand me inhaalt.
raakste. Ja, lekker hoor. Ik probeer die andere nog te raken, maar was niet helemaal gelukt volgens mij. Volgens mij kwamen hier de boulders omhoog. Even kijken of het er nu weer is. Nee! Oké, die zijn dus random lijkt het. Er staan nog wel eerste. Oh, het is ook nog niet de laatste ronde, jezus. Misschien heb ik mijn kruid dan toch te vroeg verschoten. Mis ik hem weer hoor. Pak nog die turbo, pak nog die turbo. Ja, pak die turbo niet, what the fuck. Oh man. Dramatisch dit. Dit zou ons nog wel eens heel duur komen te staan. Kijk, zij hebben nu een special. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Helemaal goede shit. Ah, kom op man. Ah, nee, 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 nee. De kat aan de kat. We staan zelfs derde, kom op man. Ja hoor. Ik word wel heel erg vaak geraakt nu. Oh nee, die was mis. Zijn we nu eerst geworden, ja? Woe! Dat was een spannend potje, man. Muscle. Kijk, je krijgt credits bij elke race. Ik laat je heel even zien waar je die kan uitgeven. Great work, guys. Eerste. Gek iets. Je kan geen replays bekijken, geen herhaling of niks. Dat vind ik op zich best wel jammer. Het zou er goed nog bij passen. Hier zijn we aangekomen bij de modpots. En zoals je ziet, ik heb 103 credits verzameld. En met die modpots eigenlijk wat het is. Het is gewoon een slotmachine. En zodra je daar die credits in gooit, krijg je daar items voor terug. En die items, die kan je weer op je auto zetten. Ik denk dat hier nog wel een monetization model aangehangen gaat worden. Anders snap ik niet heel goed waarom ze dat op deze manier hebben gedaan, maar... Kijk, turbojets. En dat was het. En dan hier in de garage... kan je dus je auto aanpassen. Nou, dit is dus de auto van Sonic. En zoals je ziet... Hierboven heb ik al een aantal dingen vrijgespeeld. Nou, laten we eens met heel lelijk goud verder gaan. We hadden net deze turbojet vrijgespeeld. En zoals je ziet, hier onderin heeft het ook gewoon invloed op de handling van je auto. De acceleration, de boosters en noem het allemaal maar op. Nou, laten we even lekker flamboyant doen. En de Legendary Sonic Spinners. Maar kijk, ik kan verschillende dingen erop zetten. We houden het even op de Legendary Sonic Spinners. En ik weet niet of het nu kan, omdat ik een grauwe auto heb. Maar wat je ook nog kan doen. En dan moet ik heel even teruggaan. Is je auto verschillende paintjobs geven. En dat is op zich nog best wel diepgaand.
Om de volgende redenen. Je kan maar drie verschillende kleuren. Maar je kan ook zelf aangeven, oké, dit moet rood zijn. Maar je kan ook een type rood kiezen. Dus metal, brush metal, speckle paint, two-tone paint, metallic paint, noem het allemaal maar op. En je kan het hier niet zien omdat het nu een gouden versie is. Maar vinyl stickers kan je erop plakken. Ik heb er nog niet heel erg veel. Maar die zou je ook nog op de auto kunnen plakken. Verschillende horns. Dus op die manier kan je auto customizen. Dit was Sonic Team Racing. Of die de concurrentie aan kan gaan met Mario Kart 8 of Crash Team Racing, die er natuurlijk ook aan zit te komen, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. Dit was gewoon een first look van Team Sonic Racing. Brengt een aantal interessante gameplay mechanics met zich mee die andere kart games nog niet of anders hebben gedaan. Ik ben reuze benieuwd. Hou GameKicks.tv in de gaten voor de review. Die neem ik aankomende week op samen met JJ. Maar dit was Team Sonic Racing. Laat even weten in de comments wat je ervan vindt.